En de soft launch van de vaccinatie met Sinopharm in het politieopleidingscentrum POC zaterdag is groter uitgepakt dan de organisatie had gepland. Er zouden in die 3 uren maximaal 100 vooraf geregistreerde personen worden geprikt met het vaccin uit China. Het zijn uiteindelijk 515 geworden, zegt VHP-parlementariër Rui Wang. Om te helpen met de taalbarrière heeft het assembleelid zelf ook meegeholpen. Ze verstaan de Nederlandse taal niet. En wat ik gedaan heb, ik heb de formuliers vertaald. En ik heb ze helpen invullen, zodat het ook spoedig kan verlopen wanneer ze hier zijn. 6000 maar? Of gaat de rest vanzelf komen of gaan ze toch voor AstraZeneca? Kijk, een heleboel mensen hebben al voor AstraZeneca genomen. En ik denk dat er ook een groep is die de Nederlandse taal wel begrijpt. Dus hebben ze mijn hulp ook niet nodig. Wat opvalt is dat het omgaan met het Sinopharm-vaccin verschilt met dat van AstraZeneca. Het Sinopharm-vaccin moet in tegenstelling tot AstraZeneca eerst worden omgedraaid voordat de vloeistof in de spuit wordt opgenomen. Rakesh Gayadarsukul, waarnemend directeur van het ministerie van Volksgezondheid, is blij dat de samenleving nu een keuze kan maken als het om vaccins gaat. Dat er aanwijzingen zijn dat we meer mensen in het land kunnen vaccineren. We gaan ons uiterste best doen om zoveel als mogelijk mensen te vaccineren, om een heel hoge dekkingspercentage te hebben. Want het is bewezen, de mensen die gevaccineerd zijn, die hebben een heel laag risico om in de intensive care te belanden of om dood te gaan. En ik mag het hierbij zeggen, afgelopen maanden, mei en juni, hebben we meer dan 300 doden gehad. Geen van die 300 mensen, of geen van die doden, hadden een volledig gevaccineerde status. Ook wil ik hiervan gebruik maken om door te geven, voel je je ziek, heb je COVID, ga niet het vaccin halen als medicijn. Daarvoor is het niet geschikt. De dienstdoende arts op zondag, Javier Assin, is tevreden met het verloop van de vaccinatie. Het is een enorme prestatie dat we in de uren waarop we gewerkt hebben, zoveel mensen op een verantwoorde manier hebben gevaccineerd, meent Assin. POC is zodanig ingericht dat er 300 personen per kwartier gevaccineerd konden worden. Maar dat ging niet altijd even goed, omdat de meeste aanwezige Chinezen het Surinaams of Nederlands niet machtig zijn. Dus we hebben heel veel met tolken moeten werken. Dus het is eigenlijk een enorme prestatie dat we in de uren dat we gewerkt hebben, zoveel mensen hebben kunnen voorzien van het op een verantwoorde manier hebben kunnen vaccineren. Hoe komt het dat er zoveel Chinezen zijn? Overwegend Chinees. Nou, kijk, het Sinopharm vaccin is met name onder de Chinese gemeenschap erg bekend. Omdat zij veel contact hebben met hun familie in China, daar zijn er heel positieve ervaringen met Sinopharm. Ze hebben van hun familie gehoord van je moet niks anders kiezen dan Sinopharm. En dat is de reden waarom zij ook echt gewacht hebben op Sinopharm. Wat ik niet moet vergeten zijn de Chinese organisaties. Die hebben alle interesse geïnventariseerd, hebben het georganiseerd. En daardoor is het ook zo dat die mensen in een vrij grote concentratie zich in één keer hebben gemeld. Het was ook goed voorbereid. Heel veel van de formulieren waren al deels ingevuld. Op de tweede vaccinatiedag met Sinopharm zijn er 2575 personen gevaccineerd. Over beide dagen zijn het in totaal 3090 personen die met het Sinopharm-vaccin zijn gevaccineerd.